reisbureau van het jaarverkiezing, waarvan Schiphol hoofdsponsor is, werd het jaar in stijl gehouden. De gehele Nederlandse reiswereld was aanwezig tijdens het galadiner in Hoofddorp. Waarvoor heeft u voor deze prachtige smoking gekozen? Het hoort bij de avond, hè? Het geeft net het randje wat erbij hoort om het helemaal af te maken. Waarom heeft u voor deze prachtige gala-jurk gekozen? Ik had hem nog voor vorig jaar. Dat reisbureau van het jaar een belangrijke titel is, beaamden de winnaars van 2010. Ja, we hebben een heel druk jaar gehad, een heel leuk jaar gehad. Met heel veel gebeurd, we hebben heel veel reacties gehad van mensen, van klanten, van leveranciers, van de pers, lokaal, van de kranten. Ja, eigenlijk overweldigend wat er gebeurd is afgelopen jaar. En nu nog steeds heb ik mensen binnenkomen, hier is het de beste reis van het jaar en nog steeds krijgen we nu de reacties erop. De grote vraag van de avond was natuurlijk, wie mag zich vanaf nu het beste reisbureau van Nederland noemen? Juryvoorzitter en directeur Aviation Marketing van Schiphol, Ivo van der Vlis, maakte de winnaar bekend. Het beste reisbureau van het jaar 2011 in Nederland is... Disma Reizen uit Tilburg. We zijn helemaal uit ons dak gegaan. Fantastisch, we hebben in 2003 al een keer de eer mogen hebben om gekroond te worden tot het beste van Nederland. En nu dan opnieuw, dat is super, dat kun je niet beschrijven. Dat is helemaal fantastisch. Volgens de jury is Disma Reizen het voorbeeld van het reisbureau van de toekomst. He, want we hebben een fantastisch nieuw pand met allemaal leuke gadgets, heel veel beleving. Dat is allemaal leuk, maar het begint en het eindigt met goede mensen. Als je geen goede mensen hebt, dan kun je nog zoveel leuke gadgets hebben. Maar dan doet het er allemaal niet toe. We hebben een fantastisch team met hele warme, oprechte collega's die helemaal gaan voor die klant. Ja, en dan is het makkelijk scoren. Kijk voor de volledige uitslag van de verkiezing op reisbureauvanhetjaar.nl.